In de Barbarossa-ruïne heeft mezzosopraan Nora Fischer afgelopen zaterdag de kunstnacht afgetrapt. Na haar optreden in het Valkhof Park konden de bezoekers hun eigen kunstnacht samenstellen. Op 20 locaties was er door de hele stad poëzie, literatuur, kunst en wetenschap te vinden. Zo was er in het Honigcomplex een kunstexpo lounge bar geopend, kon een VR-lab bezocht worden en liet het Afrika Museum tot 1 uur 's nachts haar deuren openstaan. Van tevoren vond er ook een uitverkocht kunstdiner plaats in het Valkhof Museum. De 8e editie van de kunstnacht werd afgesloten met een officiële afterparty in Doornroosje.